Bert, we staan hier bij een aantal kleine schilderijtjes van jou. Wat is bijvoorbeeld jouw achterliggende gedachte achter deze? Ja, ik moet je bekennen dat ik eigenlijk gewoon... Ik heb toen een aantal portretten gemaakt, waaronder deze. En er staat ernaast nog eentje, die is ook uit dezelfde serie eigenlijk. En mijn bedoeling is eigenlijk vooral om een gemoedstoestand weer te geven. In dit geval is het toch een soort ontspannen dans, zou je bijna zeggen. Ja. En wat wel grappig is, dat ik was, toen ik hem gemaakt had, was ik niet echt heel tevreden over de restruimte, zoals dat zo mooi heet. Dus ik heb hier een ander schilderij eigenlijk min of meer verknipt en als collage erop geplakt. Heel gaaf. Wel weer even wat anders. Heel wat anders. En bijvoorbeeld jouw gemoedstoestand bij dit schilderij was dus een stuk... Dit was bijna een soort Mona Lisa-achtig portretje. Maar op een of andere manier kreeg ik het niet voor elkaar. Ik ben ontzettend kritisch. Ik bedoel, je wil niet weten hoeveel schilderijen ik weggooi af en toe. En ik heb toen gewoon echt heel brutaal, eigenlijk gewoon met de witkwast ben ik eroverheen gegaan. Dat gaf het voor mij wel weer iets meer spanning als dat die was eigenlijk. Maar het blijft inderdaad een soort Mona Lisa die ergens in de mist, mist rondgaat. Dus zo komt het wel op mij over. Ja. Ja. Ja, en dit schilderij zie ik geen damesportret. Nee. Ik heb wel een bril nodig, maar zelfs dat gaat me niet lukken. Hier zit eigenlijk wel een verhaal aan vast nog, want ik heb dit schilderij, dit is ook een serie die ik gemaakt heb. Ik ben toen eigenlijk heel erg bezig geweest met action painting. En action painting houdt voor mij in dat je echt met verf loopt te smijten. Dus je legt hem neer op de grond en je gaat er tegenaan, bij wijze van spreken. Ja. Okay. Beetje geïnspireerd door Jackson Pollock. En deze vond ik zelf wel heel bijzonder, omdat je toch... wat zie jij erin, vraag me? Ja, heelal, denk ik. Ja. Het oneindigheid, het heelal. Je blijft maar kijken en je kan er voor de rest niks... concreet in terugvinden. Ja, ik had hetzelfde associatie. Alsof je bijna een soort universum zit te kijken. En dat hier misschien nog een planeet zit waar in één keer iets uitschiet. Het probleem hiermee is dat het vaak een beetje toevalstreffers zijn. In tegenstelling tot de portretten waar je toch wel heel gericht op zoek bent naar iets. Ja. Is dit eigenlijk gewoon toeval. En dat is ook wel eens een beetje dat ik denk van ja, maar dat is wel een beetje te makkelijk eigenlijk. Het is een beetje een kunstje. En komt het dan ook meer voor bij jou, bij dit soort schilderijen, dat jij denkt, ik vind het niet bruikbaar, ik vind het niet verkoopbaar? Ja, regelmatig. Maar het grappige van deze techniek is dat ik ben hier een tijdje mee echt aan het spelen geweest eigenlijk. Ja. En ik zal je dan iets anders laten zien, wat misschien wel grappig is. Want dan ben je daarmee bezig. En uiteindelijk ga je die techniek toepassen in een heel ander schilderij. En dan heeft het wel degelijk een functie. Dan wordt het in één keer wat is het? Een jurk? Een gewaad? Een jurk, zo komt het over. Ja, een vrouw met een gewaad aan. Ja. En dat geeft het in één keer een extra lading. En in die zin is dat hele abstracte speelsheid komt nu heel gericht terug in dit schilderij. Ja, mooi. Wel weer even wat anders dan je andere schilderijen. Ja. Ja, en het is voor mij ook wel wennen om in één keer weer op een kleiner formaat te moeten... Ja, want voornamelijk schilder jij gewoon op groot formaat. Ja, ik vind dat lekker en dit formaat, met name die postzakken, die zijn die passen perfect boven de bank. Ja. En mooi. Het is een cliché, maar het is wel zo, ja. Ja. En kan je nog wat vertellen over je laatste werk? Nou, dit is niet de allerlaatste, maar ik vind hem wel heel erg representatief voor mijn werk eigenlijk. Want zoals gezegd, ik schilder op postzakken. Ik heb deze gehad van Mare. Mare is een galeriehouder van mij in Amsterdam. En die kwam ermee aanzetten. En toen bleek dat deze wat kleiner zijn als dit formaat eigenlijk. En soms vind ik het ontzettend leuk om die iconografie eigenlijk, die teksten van de postzak zelf intact te laten. En daarna gewoon bam, zo'n portret gewoon op te zetten. Gewoon zo'n stevig portret erop. Ja, heel mooi. Ja. En dat heb je natuurlijk bij deze ook, maar bij deze kun je eigenlijk niet meer traceren dat het nog postzakken zijn geweest. Nee, dat, voor mij komt het over alsof het gewoon canvas is. Ja, ja.